We zijn een jaar bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen, Jos en ik. Het was een hele moeilijke bevalling. En ik denk toch dat die best wel leuk is geworden. We hebben drie kleuren. Een rode, verhalingkleur, een gele voor de tegenpartij, of in ieder geval één van ons. En dan vier oranje voor de scheidsrechters. Ja, zodat iedereen toch niet achtergesteld wordt en een shirtje krijgt. Ja. Ik wil eigenlijk bij deze eerste exemplaar die aan Jos, de grote initiatiefnemer van het walking voetbal, overhandigen. En ik hoop dat jullie er allemaal nog lang plezier voor hebben. Ja? Hey, mooi gezegd, jongen. Ja, natuurlijk. Hey, mooi. Ja. Mooi. Even zo voor Jos. En dan even aandoen en dan de voordeur terug. Dames, hebben die zelf nog maar gedaan? Ja, is dat wel zo? Een beetje bier. Dus we gaan er gaan. Ja, Ik sta hier met Jos van Boekel, een van de initiatiefnemers van wandelvoetbal Vierlingsbeek. Jos, hoe is het wandelvoetbal in Vierlingsbeek eigenlijk ontstaan? Nou, de plaatselijke trots verhaling uit Vierlingsbeek, die kreeg dus een uitnodiging van VVV om het wandelvoetbal te gaan promoten. En hij is mij als bestuurder van de KBO verzocht om dat een beetje op gang te zetten. We hebben dus een oproep gedaan in Globale, dus ons zorgsblad. En wat telefoontjes en zijn we begonnen met een demonstratietraining onder leiding van Ger Vrasman, speler van VVV Venlo. En wat willen jullie eigenlijk met het wandelvoetbal Vierlingsbeek bereiken? Ons eerste doel is promoten van het bewegen van ouderen. Dat vind ik sowieso, de KBO staat ervoor. En dan mensen nog uit te proberen, in ieder geval ook sociaal gebeuren. Maar ook mensen als ze eenzaam bij zijn of isolement te houden. Of in ieder geval dat ze weer de straat op kunnen. En we zien hier op de achtergrond dat mensen aan het trainen zijn. Waar bestaat zo'n training eigenlijk uit? We beginnen met een warming-up van 20 minuten. Alleen wandelen en oefeningen hebben wij doen en we rekken. Dat dan gaan we een technische training doen onder leiding van Willy en van Rini. En dan gaan we een partijtje doen van 2x20 minuten, 2x25 minuten tot 11:30. Dus iedere dinsdag van 10 tot 11:30 zijn we hier lekker bezig op het sportpark Zoetendaal in Vierlingsbeek. En spelen jullie ook wedstrijden of toernooien? We hebben één keer een wedstrijd gespeeld tegen VVV Venlo hierin. Dat was heel leuk. We waren zelfs de betere in dat bij de wedstrijd. Twee keer meegedaan in het toernooi. Het eerste toernooi in Helmersport hadden we de mooiste prijs, de sportiviteitsbeker. En de tweede prijs in Venlo. Bij VVV zijn we in de middenmoot geëindigd. En binnenkort hebben we een toernooi in Escare en in Mendelssohn nog. En ik zie behoorlijk wat dames die meedoen. Kan iedereen meedoen aan het wandelvoetbal Vierlingsbeek? Ja, daar heb ik geen enkele belemmering voor niemand. Wat in hun instelling ook is, zeg maar. Dus ook dames zijn natuurlijk hartelijk welkom. Daar hebben we nu 5. En er kunnen altijd meer worden. Ook mensen uit andere dorpen kunnen hier, als ze interesse hebben om te voetballen, kunnen ze bij ons terecht. En hoe kunnen ze zich aanmelden als eventueel lid van Wandervoetbal Vierlingsbeek? Nou, ze kunnen kijken op oldstars.nl. Daar staat ons contactadres van KBO Vierlingsbeek op. Of gewoon komen kijken op deze morgen om 10 uur en dan kijken of ze mee willen doen. Oké, nou bedankt voor het interview en nog veel succes met jullie vereniging. Heel bedankt, ik mag je daar ook uitnodigen als scheidsrechter bij onze wedstrijd, dus doe je best. Lijkt me hartstikke leuk. Ik ben verblind op Paul. Goed zo, Dennis. Graag, Grimmel, die ik, hè? Ja, ik ben er.
Ja, ja. Tot zo, Jan. Ik mag wel. Oh. Dan moet je fluiten. Oh. Contact. Je mag niet hoger dan de heup. Ja. Kom maar, heb je pas. Wel, mag dat? Ja, als je maar niet je wel, als je maar niet mag in de kamer. Geen contact hebben, hè? Hey. Dat hebben we doen. Nog zoveel oefening. Eén man aankomt dit. Links. Nee, ja, alles mee. Maar waar is dat een beetje duidelijk? Hier, deze pion. Ja, blauw is het met. Wij lopen als we de bal goed met hem aanbieden. Corner bal. Corner. Andere bal. Andere bal. Ja, ik kan het niet uit. Kom, daarop, iemand erbij, een keer, hallo. Rijf, op. Kornbal. Hoe dan? Dat is. Ballen valt. Dat blijft hier. Oké. Hey! Ben je dat? Ben jij? Je ziet je goed. Hou je tijd. Hey, die helpen aan. Nou, kom op. Ja, ik ben hier achter dan. Ik ben hier. Kom die gele. Waar ben ik? Een paas, hè? Ja. Oh, mooi regen. Ja, lopen.